In het publieke debat worden de laatste paar jaar veelvuldig vergelijkingen gemaakt tussen de jaren 20 en 30 en nu. In de meeste gevallen, als het over een andere tijd gaat, is het geruststellend bedoeld. Hoe zinvol zijn deze vergelijkingen? Op het moment dat Wilders de Koran vergelijkt met Mein Kampf, dan denk ik dat is geen zinvolle vergelijking. Ontnemen ze niet het zicht op wat er werkelijk aan de hand is met de rechtsstaat? Dan wordt het weer een taboe om die vergelijking te maken. En dan krijg je weer de recalcitrant van hoezo? Het filosofisch quintet. Maandag bij Human op Nederland 2.